Oh, wel eens nagedacht over een nieuwe carrière? Heb ik wel, ik ben een model. Ik heb een model. Hou je hand dus zo op. Nee, zo. En dan hou je hem vast. Dan ga je de rest volgen, want dan krijg ik meer kijkers. Succes. Ja, superleuk. Nou, ga maar. Maar dan vind ik dit echt toch wel leuk, hoor. Een hele goede morgen, jongens, en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ben ik onderweg naar Show of Car Imports. Dat is een bedrijf wat elk jaar een evenement organiseert. En dat is eigenlijk gewoon één grote openbare meeting. En dat is elk jaar in Dongen, waar het bedrijf ook gevestigd is, zelf industrieterrein. Dus ik ben er nu naar onderweg. Verschillende vrienden zullen daar vandaag ook zijn. Dus het belooft heel wat te worden. Alleen, zoals je misschien achter me kan zien, het weer is wat minder, want het regent best behoorlijk hard. Maar goed, we gaan kijken of we natuurlijk nog gewoon veel plezier ervan kunnen maken. Want regen laat mij niet stoppen. En dikke auto's is altijd... Hallo jongeman. Ja, ze rijden heel anders. Wie? Nee, Claudia, die is met een ander groepje. Ze is al om 9:30 al afgesproken. Hoi. Hoi. Ja, bij de radar nog niet. Ik heb alleen die weer-app. Zal ik eens kijken? Er komt zo nog een klein buitje aan. Van ongeveer 2,5 mm denk ik, maar daarna houdt het op. Goedemorgen. Wil je meedoen met Show & Shine? Nee hoor. Nee hoor, dank je. Veel plezier. Hey, dankjewel. Morgen. Ga je demonstreren met je hesje of zo? Ja, wat dan? Oké, luister, demonstratie. Lekker bezig, man. Ja, je had echt een performance auto, je mag doorrijden. Ja. Ja, rechtop. Ja, hoi hoi. Ik zeg je eerlijk, het is al aardig druk voor een regenachtige dag. Ik wou net zeggen, er staan al aardig wat auto's. Oh, ik denk dat ik mijn auto eruit even dicht ga doen, want heel mijn binnenbekleding is nat. Maar goed. Oh, hier ook. Kijk hoe traag deze ramen gaan van de Celica, jongen. Goed, we zijn aangekomen op het evenement. Nu ga ik samen met Len ga ik een plekje zoeken. We worden altijd hier op plek geweest, dus je kan niet zomaar zelf een plekje uitzoeken. Claudia rijdt als het goed is achter ons. Die is ook gekomen met haar Cupra. En die auto hebben jullie nog niet op dit kanaal gezien, dus die ga ik straks wel even laten zien. Maar dan hoop ik wel dat het wat droger wordt, want dit sucks. Echt waar. Zeg kut. Kijk wie we daar hebben! Hallo! Veel te nat buiten. Ja, veel te nat buiten. Ik blijf gewoon zitten. Aangezien het nog heel hard regent, gaan we even wachten tot het wat droger is en stappen uit. Maar we hebben een tasje gekregen en ik ben even benieuwd wat erin zit. Het zal alleen maar wel weer reclame in zitten. En dan geef je ze groot gelijk aan, want het is een gratis evenement van een bedrijf. Dus het minste wat ze mogen doen is reclame uitdelen. Oh, dat gaat over de reglement. Kijk eens, dikke stickers. Wow, nou ik zeg je eerlijk, er staat hier een Nissan Micra voor mijn neus. Dat is mijn daily. Kijk dit jongens. Dit is zo'nzelfde soort Micra als wat ik daily. En daar heb hier iemand gewoon een evenementauto van gemaakt. En eerlijk gezegd vind ik hem dik. Pijpje eronder, dikke velgen. Nice gedaan. Mocht je deze video kijken, mij... Hallo. Hoi. Hi. Hi. Daar zijn we weer. Ik vind het leuk dat je een keer niet kom Urbex, maar gewoon voor een auto evenement. Dat is echt uniek. Ja, maar hallo. Waar ga jij nou mee? Wie ben jij? Brittany. Ken ik niet. Maar verder, hoe gaat het met jou? Goed. Allemaal bekers binnengehaald natuurlijk. Top 50, top 5, dus ja. Top 50, 49 zeker. Ja, zoiets ergens. Maakt niet uit, maar je had een beker. Ja, in de tussentijd heb ik er al een paar gehad. Ik heb in een half jaar al 6 bekers of zo. De enige beker die ik thuis krijg, dat is niet eens een beker, dat is een mok. Maar je moet gewoon vaker meegaan. Dat is wel de bedoeling. Maar iets met dijkje te hoog en... Oud auto, verkeerde plek. Lennart. Ja.
Hoezo? Vind ik zo wel leuk. Dus dit is jouw Cupra'tje. Cupra, hè? Het is een hele grote, hallo. Het is wel een grote, ja. Maar vertel er eens wat over. Ik moet even mijn auto poetsen. Wat wil je weten? Waarom heb je deze gekocht? Ja, waarom eigenlijk niet? Ik hou sowieso van vag. Dus, Je dacht gewoon, ik koop maar gewoon. Nou, diegene bood hem zelf gewoon aan. Dus, wat? Diegene bood hem zelf meestal aan. Meestal ga ik een auto kopen en dan ga ik op Marktplaats. Maar bij jou wordt aangeboden. Ja, ik had een bepaalde prijs van, nou oké, ik wil dit. Nou, dan zet ik, nou, dit is boven je budget. En dan zeg ik, ja, toch maar even wat doen. Nou, toen heb ik hem gekocht. Maar hoe lang heb je hem al? Een jaar en 7 maanden. Zo, dat is precies. Ja, ongeveer wel, ja. Het is niet net als trouwen dat je dat elke dag bijhoudt, hoor. Ik heb het in mijn telefoon staan. Ah, vandaar. En die tikt het aan zo van, oké, zo lang... En een vraag. Want het is natuurlijk een Cupra. Dat klopt. Hoeveel pk heeft hij? Standaard, 156. En hij is gechipt 2 keer naar 220. 220? Ja. Maar heb ook nog wat anders leuks? Hij staat op R. Wacht, dit kunnen jullie beter zien als ik het zo doe. Ik heb dat ook helemaal ingebouwd. Ook uiteindelijk. Dus dit is echt custom, hè? Dit is echt custom work. Oeh, dat is wel heel netjes gedaan. Ik had zelf nog niet gezien dit. Nee, het is ook nog niet zo heel lang. Nee, ja, Len stuurde vorige keer een paar foto's, maar dit is echt heel netjes gedaan. Hoeveel wat ligt er eigenlijk in? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou je eerlijk zeggen, je kan alles zeggen, maar ik heb er geen verstand van. Als je over turbodruk praat, weet ik alles, maar... Ik heb ook niet zo'n verstand overal van. Volgens mij was het hier 500 watt of zo. Ja, zoiets. Eet jij meestal je frikandel speciaal met een vorkje of hap je hem zo naar binnen? Ligt eraan of ik zin heb om mijn handen vies te maken of niet. Oké, dat is duidelijk. Nou, wat moet ik vertellen? Wat wil je weten? Welke auto is voor jou? Deze, Honda logo. Jongens, dit is niet zomaar een auto, want kijk, mensen die er verstand van hebben, die weten wat erin zit, maar je mag het ook hardop zeggen. Nou, er zat een 1.3 in voor 65 pk, en nu zit een 1.6 turbo op. Hij is nog niet uitgetest op de dyno, maar nu draait hij 0.1 bar. Oh. Ja, ik denk dat hij ongeveer nu 130 pk zou hebben. 0.1 bar? Ja, dat is nog niet heel veel. De turbo zit er zeg maar op vanwege het geluid. Ja, maar hij gaat wel best wel hard. En dadelijk gaat hij 0.3 draaien en dan zien we wel hoe verder. Hey, goedendag. Motta. Ja, altijd ook. Waar was jij in Frankrijk? Frankrijk? Ik ga even inzoomen op je neus. Mijn geld sparen voor een andere auto. Mijn beeld is gevuld. Dacht je daarvan? Jongens, dit is mijn wannabe auto. Ik hoop dat ik hem ooit heb, maar ik kan het niet betalen. Jij wil geen MX-5? Helemaal wel. Ja? Fucking mooi, jongen. Cabrio. Ja, jouw niveau ligt ook zo laag, ja. Nee, ja, die ligt lager. Nou, lopen ga je T23 laten zien. Zo, vertel even, wat is er gebeurd met je T18? Dood. Dood? Helemaal dood. Helemaal dood? En toen heb je gekocht? Dit hok. T23. Hey, je weet dat Lisanne, die komt straks ook, hè? Ja, dat weet ik. Ik ben haar gewoon aan het irriteren, want zij vond deze auto ook mooi. Ik heb hem gewoon voor de neus weggekaapt. Was deze die de advertentie liet zien? Ik ben aan het kijken voor T23 gisteren, dus ik kwam ze aan, ik vind deze mooi. Ja, ik heb een contact met die gozer. Ja, de liefde van de week was ik bij haar en toen liet ze een advertentie zien. Volgens mij is dat deze. Dat kan, hij stond er een paar dagen op. Hallo, ja, serieus. En dan hebben we een hele mooie dakspoiler hier. Oh! En een kapje over mijn derde rem ligt, blijkbaar. Zo! Standaard kutspoiler.
Oh, maar ik vind deze wel... Special made. Oh, dumper, dubbel pijpie. 400 euro. Hoe kan jij deze... Wat? US achterlichten. Durf je hardop te zeggen waar je ervoor betaald hebt? Ik heb er 3000 euro voor neergelegd. Vaak kan dit? 3,5. Met een Avensis blok? Ja, 120k gelopen, 210 op de body. Redelijk netjes in de lak. Ja, is gewoon echt netjes. Alleen die sidescrits ietsjes links voor. Ja, oké, maar als dat... En aan de binnenkant zeg. Weet je, mag het voor die prijs? Zeker. Nou, volgende week komen nog nieuwe velgen binnen. Die had ik al besteld voor mijn 18. Maar... Netjes, man. OZ Super Turismo GT in het zwaar. Zullen we het materiaal hebben. Mooi Jumbo-tas, meneer. Ja, hè? Nou, blijkbaar wordt het vakantie-vibe. Jeffrey komt toch nog eens een keertje op zijn eigen vlog, blijkbaar. Ja, het is vakantie-vibe. In plaats van dat ik alles zelf natuurlijk filmde, heb ik nu overal cameramensen voor. Je weet, hè, die YouTube-monies stromen binnen. Zo, ga ik jou eens even van je werk afhouden? Hoe de fuck eindig jij hier met een hesje? Ja, klapte erin, hè? Hoe niet, hè? Ja. Brabant. Precies, iedereen kent elkaar in Brabant. Ja, dat is waar. Dus voor mij een thuiswedstrijd. Ja, de brand hier nog licht, hè, heb ik gehoord. Als je er nog bij bent. Ziet het wel. Ja. Hé, hey, ik zie de Lexus staan die ik nodig had. Die? Ja, daar zit Patricia in, Patrick. Oh, er zit nou vrij weinig in, hoor. Hè? Er zit nou vrij weinig in. Ja, er zit nou vrij weinig in. Ja, hij zal rondlopen ergens frikandeljat of zo. Geparkeerd, de kenteken. 37. Ja, die lelijke kop van nu, die kan ik ook niet missen, hè? Nico. Nee, dat niet. En de kenteken 84 STZL. Graag onmiddellijk verplaatsen. Dankjewel. Kijk, van de dat wordt leuk. Waar zijn we nu? Bij Shell Winkels binnen. Binnen, ja. In de showroom. Oh, dat is dik, hè? Jongens, hierachter zien we ons Supra staan. En daar gaat de Mini. Maar Supra's, ik blijf altijd een zwak hebben voor die auto's. Maar over 2 weken, dat gaan jullie waarschijnlijk op het kanaal zien als het allemaal doorgaat. Een vriend van mij gaat een Supra kopen, een Twin Turbo, wel een automaat. En ik ga mee om te kijken of we die auto gaan kopen. Want anders hij gaat kopen, er is niks voor mij bij. Dus, en dat is wel vet, want het is hetzelfde kleurtje wit volgens mij als mijn Celica. Dus ik ben heel benieuwd, want het is natuurlijk best wel een droombak. Dus daar moet je zeker naar gaan kijken. Dat duurde heel lang. Oh, hey, hij is weer gevonden, hoor. De verloren Brabo tuner. Maar wat heb je nou gedaan aan je auto? Ja, er is een diffuser achterbij gekomen. Die heb je zelf gebouwd? Zelf gemaakt, ja zeker. Nou, dan ben ik eens benieuwd. Waarom zit hij nou zo achterlijk dicht tegen het hek? Dan kan ik toch niet filmen, joh, mijn lood. Zo hebben ze maar weggezet. Jongen. Ook een stuk in de voren zetten. Boah. Weet je wat al het nadeel is? Dit soort dingen zie je altijd slecht op beeld. Kijk, hier nu zie je het wel. Dus netjes gedaan, Knul. Zou ik niet doen. Ga ik gewoon heel brutaal vragen, wat is dit? De fiets. Ja, eindelijk wel, net na oorlogs. Hij is van 1952. 1952? Ja. En waarschijnlijk betrouwbaarder dan mijn auto. ik heb hem vorig jaar op de rollenbank gehad. Hij heeft 1,1 pk en hij loopt 31 km per uur. Dat is best lachen. Jij loopt hier foto's te maken, hoor ik. Foto's? Nou ja, je gaat op de foto. Ja, dat heb je wel eens nagedacht over een nieuwe carrière? Heb ik wel, ik ben een model. Ik heb een model. Hou je hand eens zo op. Nee, zo. En dan hou je hem vast, dan ga je de rest volgen, want dan krijg ik meer kijkers. Succes! Ja, superleuk! Nou, ga maar. Maar dan vind ik dit echt toch wel leuk, hoor.
Prachtig. Het is hier super groot. Volgend jaar zeker komen. En weg zijn de abonnees. Dag. Wat is weg? Oh, gooi je zomaar die deur tegen. Moet je nou een hamburger hebben of niet? Ja, hier. Nou, ik word door die dikzak daar zo. Nou oké, daar ben ik zelf. Word ik aan het werk gezet, want ik moet een hamburger van hem gaan halen. Maar ik mag wel zelf wat te drinken meenemen, dus dat scheelt. Op dit moment hierachter gebeurt de prijsuitreiking. Ik ga er niet bij staan, want ik vind het niet interessant. Ik doe ook niet mee. En er zijn best wel een hoop vrienden die meedoen. En als ik die naam hoor, dan sta ik in ieder geval dicht genoeg bij om het wel te horen. Maar jongens, jullie zien vandaag eigenlijk heel weinig over mijn auto. En het is natuurlijk gewoon de reden dat hij staat er gewoon niet meer zo mooi bij. Afgelopen week hebben jullie de hele aflevering kunnen zien van de vakantie, dus je hebt er genoeg van gezien. Kik, wil die jij een sticker of wat? Ik heb er zelfs twee. Nou goed, het evenement is afgelopen. Claudia en Lennart zijn op weg naar de auto. Ik ga naar hem toe rijden, want ik heb net mijn auto verzet. Dus ik sta op een andere plek. Vooraan, want dat was makkelijk, want ik moest elke mijn camera opladen. En mijn accu's deden kut, dus ik wou mijn auto dichtbij hebben. Dus ik ga nu naar hem toe, want wij gaan door naar een wokrestaurant. Dat is althans de bedoeling. En dan gaan we lekker wokken. Nou goed, we hebben net gegeten bij het restaurant Nieuwe Paul. En daar ben ik al vaker geweest, gewoon lekker wokken. Ik ben een beetje vergeten om te gaan vloggen, want ja, je bent aan het eten, je hebt een gezellig gesprek. Maar ik had eigenlijk tegen Lennart gezegd, zeg, ik wil wel eens een keer in die Cupra R van jou rijden. En hij is ook zo gek om mij gewoon de sleutel te geven en mij gewoon achter het stuur te zetten. Dit ding heeft hoeveel pk? Hij heeft 265 pk nu. 275? 265. 265, sorry. Ja. Maar het is echt gewoon bizar, want als je dit ding in zijn vuist zet, dus ik wel even een beetje op, ik ga niet dat te gek doen. Ik trap het gas in, dan is die ook gewoon weg. En de persoon die met 150 bij komt, hang je al gelijk achter. Maar het geilste van deze auto is zodra je het gas indrukt, en je laat los. Dit is uber geil, echt waar. Dit is echt een dikke bak. Ik heb niet zo snel wat met Seat, maar. En? Wat heb jij dikke bak? En ik zeg tegen de camera dit keer. Zodat hij dit thuis vaker kan terugkijken. Zo van, hey, kijk, hij vond hem dik. Ja. Ik doe het op dit moment even filmen met mijn iPhone. Want mijn camera ligt al achter in de bak. Die heb ik al opgeruimd. Niet zo handig, want ik had mijn video nog niet afgesloten. Dus ik ga bij deze ook gewoon kort houden. Ja, vond je deze video nou echt leuk? En zeg je nou, hey, ik vind het leuk om vaker video's van jou te zien. Klik dan zeker even op de abonneerknop beneden. En het bel-icoontje indrukken. Want dan word je automatisch op de hoogte gesteld. Dat ik elke woensdag om 4 uur een nieuwe video maak. En als je dan toch bezig bent, laat even die dikke like-button achter. Want daar zou je mij heel erg blij mee maken. Door een stukje support. Dus en ja, ik hoop je gewoon weer terug te zien bij de volgende video. En dat is volgende week woensdag om 4 uur. I'm on the